Hey kijkers van de Snowy Games en welkom bij een gloednieuwe Polybridge. Een keer zonder webcam, waarom ik ben verschrikkelijk ziek. En ook omdat mij iets opviel in de reacties de vorige keer. Het was namelijk zo, echt de trouwe DDG-kijkers die gaan zich echt voor hun hoofd slaan. Doe maar even, sla maar even voor je hoofd. Ik doe het ook even. Oké, jammer hè, geen webcam. Inderdaad, ik sloeg echt op mijn hoofd. Ik kreeg namelijk te horen van David, jij maakt alles niet zelf. En dat kwam omdat ik dingen al klaar had, want ja, anders kijk je 5 minuten naar dit. Ja, ik maak dit soort dingen ongeveer in 5 minuten. En ja, kijk maar naar de videolengte, 5 minuten nog iets. Inderdaad, 5 minuutjes. Dat komt omdat ik heb helemaal niets als dat die guy overkomen, zeg maar, die het allemaal wel weet, zeg maar. Maar ik heb vliegtuig aerodynamica gestudeerd. Ik weet heel veel over sterkteleer, dus voor mij is het niet super moeilijk om zelfs dingen binnen budget te maken, zeg maar. En dat ga je hier ook waarschijnlijk zien. Ik wou namelijk even laten zien hoe je dan een dubbele looping maakt. Dat heb ik nog niet eens op een normale video van DDG gedaan. Maar dat gaan we nu wel eventjes laten zien aan jullie hoe dat precies werkt. Nou, ik begin in dit geval even met de weg uit te zetten. Dat leek me wel makkelijk, zeg maar. En ik maak ook een aantal fouten. Dat zul je zo meteen zien. Dat ik dat opnieuw aanpas, zeg maar. Nu nog niet, want dit is in principe gewoon de weg. Zoals je ziet, een dubbele looping. Een lange, oftewel een brede. En een soort lus. Dat is de rechter. En goed, nu zijn we aanbeland bij sterkte. In dit geval heb je niks met budget te maken en moet je eigenlijk gewoon zoveel mogelijk op logische manieren de rode bakjes gaan connecten. Want dat zijn staalbeams, staalbeams zeg ik. En die moeten op toch wel een klein beetje zorgen voor sterkte. Ze zijn wel zwaar, dat betekent dat als je ze niet ondersteunt en je maakt er een gigantisch bouwwerk van, dan werkt het alleen maar tegen je, zeg maar. Nou, dit is in principe al wel redelijk genoeg, maar ik blijf gewoon lekker alles doen. Ik vraag me ondertussen, terwijl ik hier nog even naar kijk hoe ik hier aan het kloten was. Dan ga ik zeker omhoog, ja, in links. Vraag ik mij wel af wat jullie precies willen van Polybridge. We kunnen natuurlijk met z'n allen gaan wachten op de volgende video's. En dat is dan wanneer Funland Ethisch uitkomt. Dus dat is nieuwe levels zijn dat. Ik denk dat ik daar met 1 aflevering wel zo'n beetje doorheen ben. En ik ben niet iemand die dat dan gaat rekken en expres gaat doen alsof hij het allemaal niet snapt. Zodat hij meer video's kan maken. Ik wil daar gewoon lekker doorheen en ja, gewoon die challenge aangaan. Maar wat zullen we in de tussentijd met Polybridge doen? Want dit zijn op zich echt spelletjes die ik gewoon in mijn vrije tijd ook speel. Het is echt insane. Maar ik speel dit gewoon af en toe thuis. Thuis? Nee, niet thuis. Ja, thuis. Letterlijk wel thuis. Speel ik dat gewoon voor de lol. En ja, dat betekent dat ik daar verslaafd aan ben, denk ik. Ik weet het niet. Ik vind het super leuk om deze video's te maken. Ik zat eigenlijk gewoon te kloten met ik heb deze net al eerder gemaakt. Daar komt het op neer. En toen dacht ik van, oh, hier moet ik een video over maken. Toen denk ik van, wacht. Ik heb weer niet laten zien hoe ik het gemaakt heb. En misschien dat mensen dat graag willen zien. Want ze anders iets hebben van, oh, die heb je gedownload. Jongens, ik wist oprecht niet eens dat je dit kon downloaden. Wat voor de mensen die dat zeggen, ja, dit kun je downloaden. Sorry, maar dat staat nergens dat het kan. Oftewel heb je zelf opgezocht. Jij downloadt dus dingen, ik niet. Dat zie je, ik maak het hier zelf. Ik wil het ook wel een keer live doen als jullie dat leuk vinden. Een Polybridge livestream. En dat is dus mijn vraag. Wat willen we? Willen we hier vaker content van? Willen we gewoon uitdagingen blijven doen? David, kun jij een ophaalbrug maken over de volledige lengte van zoiets? David, maak eens een infinite loop. Dus een looping die maar doorgaat, zeg maar. David, maak eens de grootste brug die je kan maken van alleen maar hout. Doe iets. Maak de meest minimalistische brug. Dus met zo weinig mogelijk blokken. Laat het maar even weten. Dan gaan we daar natuurlijk mee aan de slag. Want ik luister graag naar jullie suggesties en dat vind ik leuk. Ik zie dat het bijna klaar is met mijn staal. Ik moet er nog een paar volgens mij. En dit was hem voor mij. Checken. Mooi. Dan gaan we terug naar het autootje. En dan geven we meer snelheid, anders haalt hij natuurlijk nooit. En dit is mijn fout. Ik zet hem dus te langzaam. En dan zul je zien dat hij niet eens de eerste sprong haalt. Ja. Dat is heel kut. En hier kukelt hij om. Dus we zetten het nog hoger en dat blijkt ook niet genoeg te zijn. Dan kom je zo meteen wel achter. Hoppakee. En zo meteen moet ik de weg ook nog aanpassen. Dus ik kan ook niet alles niet in één keer hoor. Echt niet. Kijk, hier haalt hij het niet. Doe hem ietsje lager volgens mij. En voor mij doe ik hier de weg. Ja, ik doe hier de weg er al bij. Een klein stukje is genoeg om die sprong te kunnen maken. En dan is hij zometeen niet snel genoeg. Dan krijgen we dat weer. Nou, ik vind dat echt. Dit vind ik echt leuk. Uitdagingen. Kijk, hij zal zometeen deze niet kunnen maken. Ik zie dus dat hij daar de intieft. Dus wat doe ik? Ik ga hem daar versterken. Of ik ga eerst de autootje sneller maken voor mij. Ja, dat is het. Ik zet hem dan helemaal naar rechts, denk ik. Helemaal naar 500. Ja. En dan stort hij weer op dezelfde plek stort hij neer. Als hij breekt dwars door de wegdek heen. Daar. Oftewel, daar zit een zwakke plek. En als je naar kijkt, klopt, want die heeft geen extra verstevering. Dus je moet hem 90 graden erop zetten. Dat verstevig je. En dan moet het, als het goed is, in één keer lukken. Huh. Oh, lekker. En
Lekker! Hoppakee, zo doen we Polybridge. Nogmaals dus jongens, laat even in de reacties. Ik wil echt 1000 reacties zien met jullie suggesties over Polybridge. Wat gaan we precies doen? Ik laat zo aan het eind van jullie nog even zien hoe je dit precies gemaakt hebt. En ja, dat is het eigenlijk wel. Doe even een like en abonneer op DDG. En kijk even alle andere vette video's, want we hebben er veel meer. En wil ik jullie ook bedanken voor het kijken. Ik hoop dat ik een beetje mensen overtuigd heb van dat ik het lekker zelf bouw. Maar dat ik het soms een beetje saai vind om dit te laten zien. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer bij DDG.